En heel dag dat je hier bent gekomen. Nummer 4, dat wordt Kai. Zeg Kai, ja, nog eens wat. Waarom heb je dit verhaal gekozen? Omdat ik een leuk verhaal vind. Je vond het een leuk verhaal en je vindt dit een fijne Bijbel. Je leest altijd deze Bijbel. Hoe heet die Bijbel? De Bijbel voor jou. De Bijbel voor je. Nou, het is niet dit. Dan gaan we weer terug. Rustig lezen en... Dit verhaal gaat wel over Daniel, maar niet over de koning Nebukadnezar. Nebukadnezar is een poos geleden gestorven. En de koning die er nu is, heet Darius. Daniel is nu ook weer een belangrijk minister van de koning. Darius houdt veel van Daniel. Want Daniel doet altijd zijn best om een goede minister te zijn. De koning zegt, ik maak Daniel onderkoning. Hij is zo wijs en verstandig. Hij zorgt zo goed voor mijn land. Maar als de andere ministers horen wat de koning van plan is, worden ze erg jaloers. Ze zeggen tegen elkaar, het is niet eerlijk dat de koning Darius Daniel onderkoning wil maken. Daniel hoort eigenlijk niet eens bij ons. Francisca Duist van het comité Revo 500. Ja, jullie organiseren hier de Bijbel leesestafette. Vertel, hoe is dat ontstaan? Nou, het is namelijk zo, wij zijn eigenlijk van de werkgroep Nederlands Bijbelgenootschap. Maar omdat wij ooit eens een Bijbelquiz hadden georganiseerd, werden wij door de Revo 500 mensen, het was maar een klein comité, 3, en wij werden uitgenodigd van, willen jullie dat voor ons organiseren? Dus dat hebben we een aantal weken terug in de BIEB gedaan. In het gemeentehuis. Dat was echt een succes geworden. Maar ja, toen dachten we, ja, lezen, Luther. Luther heeft de Bijbel leesbaar gemaakt voor kinderen, voor mensen. Ja, daar hoorden ook kinderen bij. Dus toen is eigenlijk deze activiteit ontstaan van, we gaan iets doen voor kinderen en door kinderen. Oproepen geplaatst en gelukkig hebben we een aantal kinderen bereid gevonden om te komen lezen. Maar er zijn er niet veel, er zijn er maar 9 van alle basisscholen van Bunschoten. Iedereen is druk en iedereen heeft of vergeten of niet goed de persberichten gelezen. Dus met name groep 7 en 8, hè? Dat zijn de mensen, de kinderen die goed kunnen lezen, maar die het ook snappen? Ja, dat hebben we bewust gedaan, omdat die al wat beter kunnen voorlezen. Maar als we Damien rekenen, die is van het Kruisrak, die is van groep 6. Nou, hij heeft keurig gelezen, dus deze kinderen kunnen het ook al. We hebben bewust gewoon toch een leeftijdsgrens gezegd, omdat het is best spannend om te lezen. Nou, en niet in je eigen omgeving, niet in je schoolklas. Thuis kan je lezen, maar in de openbaar is het wat moeilijker. Mochten zij zelf een gedeelte uitkiezen of zat er een bepaald thema achter? Nee, ze mochten zelf echt hun eigen Bijbel meenemen. Ouders hebben dat misschien een beetje gepromoot of gezegd, doe die Bijbel, want die lezen we thuis. De keuze van de Bijbelverhalen was ook vrij. En ik had een paar dubbelingen en toen heb ik gezegd, ja, helaas, dit Bijbelverhaal van David en Goliath, waren 3 mensen die wilden het lezen. Dat gaat niet lukken, je moet even een andere uitkiezen. Straks komen er wat kinderen van de wegwijzer, die komen na de pauze en dat zijn 4 meisjes en die hebben weer andere verhalen. Om 12:00 vanmiddag hoorde ik nog wat het geworden was en eentje wist het nog steeds niet. Dus ik ben benieuwd wat het straks wordt. Is dit een blijvertje of is het eenmalig? Ja, nou, ik denk als het een blijvertje is, dat het misschien, nou, meer, er komt meer bekendheid. Maar ja, dan is het ook niet meer speciaal, hè. Het is puur voor de Bijbel bekend te laten zijn en te houden. En nou ja, van het Revo 500, omdat Luther toch heel veel met de Bijbel te maken heeft. Dus. Mooi initiatief. We gaan nog eventjes kijken. Bedankt voor het gesprek. Dank.